Zo mensen, ik ben mijn luchtmatras ben ik al in aan het pakken. Voilà. Voilà. En voilà, deze mag uit. Die heeft genoeg vacuüm nu getrokken. Dus dan kan ik die zelfs perfect al inlaaien. Dan ga ik nu eerst nog eten. Het is 2 uur al. Dus het begint zo'n stukje van tijd te worden om zelfs te gaan in te laaien. De computer die moet ook nog afgebroken worden en afgesloten worden. Dus dat ga ik nu doen. Ja. Dat heb ik al gezegd. Te straks al. Dus mijn schatje gaat ook dus aanwezig zijn op de LAN-party. Deze keer ga ik hier lekkere tomatensoep met balletjes eten. Oei. Met balletjes eten. Jawel. Tomaat met balletjes. 100% natuurlijk. Ja, yeah, lekker. Dus ik ga dus nu daar een kastrolletje van eten. Ik heb daar goesting in. Dus ja, ik moet dat eens klaarmaken. Goed schudden altijd, staat er ook altijd goed bij. Goed schudden. Dan mijn schaar nemen. Of anders krijg ik het niet open, hè mensen. Of anders krijg ik het niet open. Voilà. En dan de heerlijke tomatensoep. Jawel, jullie gaan het zien. Hoppa, erin. Voilà, de tomatensoep zit erin. Nu nog heerlijk laten opwarmen. Dan ga ik daar nog 14 beschuitjes nog bij doen en dan bon appetit. Tot ziens allemaal. Het is hier zo leeg. 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 Ja, kijk maar. Geen computer meer. Mijn computer is gestolen. Sorry voor de timestamp die er niet is geweest. Eén ding vind ik wel heel raar. Ik heb juist dezelfde materiaal mee. Dit, dat. Maar nu kom ik ruimte over nog in mijn kabinet. En vorige keer niet. En ja, ik ben nieuwsgierig wie hier altijd zo wat voorbij rijdt. Ondertussen ga ik mij nu nog douchen. Want ik ben bezweet. Bezweet. Tot en met. En ik ga nu ook nog eens even polshoogte met mijn schatje. Schatje, zit jij er klaar voor? Nee, ik ben er klaar voor, want ik heb wel fijn. Oké, dan gaan we even wat rustig zijn, sorry. Dat wist ik niet, schatje. Nee, ik weet dat je het niet met zo'n kerk hebt. Maar pas. Ja, net een half uur en ik heb dat nog niet. Oké, ik ga me nu lekker een douche nemen. Mijn haartjes doen. Moet ik me scheren, eens even kijken. Ja, ik ga ook mij scheren. Dus ik ben nog een half uur zoet in de badkamer. Dus ik zie u strakjes, schatje. Nee, je ziet het zo. Want ja. Ik heb bij jou langs de camera. Ah, oké. Okay. Allee, tot zo, schatje. Yes. Dus ik heb mij nu nog in een. Niet met de vlog, hè? Wat blijft? Niet douchen met de vlog, hè? Ja, nee. Niet douchen met de vlog, ja, nee, dat ga ik ook niet doen. Omhoog van. Ja, ik weet het ook niet waarom. Ah ja, privacy, juist. Oké, okay. Jullie moeten mij niet in het blootje zien. Voilà. Ik kan nu nog zuiver kleren pakken. En dan met mijn Psycho TV t-shirt en blouse, noem maar op, die liggen al in de kabinet. Dus ik zie jullie allemaal straks terug, misschien al op de LAN. Jojojo. Het gaat nog een lange dag zijn, dus ik heb nog een klein dutje gedaan. En ja, ik weet niet of mijn vriendinnetje dat ook heeft gedaan. Klein dutje. Nee, oké. We gaan nu zitten gaan vertrekken richting Nieuwerkerken. Met onze mascotte de Roep erbij. Dat is een prachtig plan. Daar gaan we met de lift. Yay! We
Oké, ze doet ook vreemd. Ze doet heel vreemd. Oh. Net zoals jij zelfs kan doen. Dat is wel waar. Voilà. Zij wil met de koffer rollen, dus zij mag met de koffer rollen. En ga ik ook al hier de deur toch gewoon even eerst toe doen. Als ze buiten is. Voilà, en dan ga ik mijn koffer opengooien. En daar kan dan nog de koffer ook nog mee in. Dus ik ga jullie ook mijn kunst laten zien van het stapelen. Pas op, schatje, hier is modder en water. Ja, ik heb hem hier. Ziet dat eens aan, mensen. Tada, mijn stapeling voor Xlam 2.0. Je parcours, schat, dat is waar. Het is zwaar, het is zwaar, het is zwaar. Oké. Ik ga het heel even jullie hier neerzetten. Ja, ik ben snel bezig. Voilà. En ziekjes. Ja. Maar ja, een probleempje. Jullie zitten nu al in de bank. En ik zit hier in het water. Even jullie hier zo wat ergens neer te zetten. Of vraag ik aan mijn schatje, wat jij even vasthouden? Dat zijn sleutels. Ik wil de deur al openmaken. Ja. Kun je even vastpakken? Ah. Ja, sorry. Ik zit in een vervelende zaak. Voilà. Ja. Ik moet die voor je mij altijd opruimen. En die zat met een kont gewoon te filmen, hè? Zij zat gewoon met een kont te filmen. Ja. Dat is wel een loebas, hoor. Ik film nooit geen kontjes, hoor. Oh my fucking god. Allee. We gaan eens vertrekken. Zo mensen, ik ben aankomen hier op Xlam 2.20. Onze mascotte is er ook bij, hey teddybeer. Dus ik ga eigenlijk wat compos ook filmen. Zo gelijk, ik ga ook wat sfeerbeelden schieten en al. Er gaat ook redelijk wat gelivestreamd worden, sowieso. Omdat hier heel weinig randanimatie is. Maar ik kan mij bezighouden. Dat is het belangrijkste. En nu heb ik een macaroni met kaas en hers besteld. Met een lekkere, heerlijke colaatje. Mijn schatje heeft een friet mayonaise besteld met een Biggie Burger. Dat gaat haar ook dan lekker smaken met een lekkere icy erbij. Een heel goed systeem vind ik het op hun eigen website van xlam.be. Dat is dat er een refreshing systeem in zit van per minuut. En je kunt zelf ook op die refresh drukken en dan zie je als ze met uw voeding bezig zijn, ja of nee. Dus, want ze verkopen hier echt veel hoor. Zo lekker drinken, kristal alken, mazout, kevlar, kriek, majestic, coca-cola zero, val orange, val citroen lemon, iced tea, nalu, red bull, platwater, bruiswater, koffie, sesamel en orange juice of zoiets. Daarna heb je nog voor de grote drinkers Kristal 3 24 beers. Bottle water van 1 liter ofwel 1 liter sesimaal. Oeh, die kan ik misschien ook gaan kopen, 1 liter sesimaal. Dan heb je nog friet vol-au-vent of friet saté. Snacks, currywurst speciaal, boulette speciaal. Ze zijn er nu mee bezig, want er staat nu niet meer pending, maar preparing. Dus dat zal het klaar maken zijn. Dan hebben ze nog bami, bitterballen, mini lumpias, party snacks. Dan zit ik bij buns. Broodje kaas hesp, stoomboot, meteoriet ofwel een bitterbal. Bun with bitterballs. En dan heb je nog Biggie Burgers, Biggie Cheese en Biggie X-Lan. Specials is macaroni, pizza, buget, croque monsieur,
Allee. Schat. Hoe noemt dat weer al? Een worstenbroodje en dan nog een pink donut of een white donut of een chocolate donut. Dan heb je nog breakfast, dus voor morgens vroeg. En een croissant en een chocolate buff, een pannenkoek ofwel een pannenkoek met eikens. Kan ook wel lekker zijn. Dan food to go, dus daar staat niks en merchandising. Je kunt een Xland 2.10 bag kopen voor 5 euro. Oké. Dus je kunt redelijk wat. Maar nu ga ik het even... voilà. Dan ga ik het even in de gaten houden en dan ga ik lekker iets eten. Of ja, lekker eten. Dus tot straks. Zo, allemaal. Hier mijn allereerste livestream gedaan hier op Xland 2.20. Ja, het was een hele goede wedstrijd, want ik heb gewonnen! Yay! En ik heb weer op binnenkort kunnen boxers kunnen verkopen. Mijn schatje begint moe te worden. Ik ga kijken wat ik kan doen in mijn kabinetje, een slaapplaatsje maken. Of voelt u dat niet? Ik wil liever langs u liggen. Moet je liever langs mij liggen, oké. Okay. Maar ja, ik ga nog sowieso nog 2 tot 3 uurtjes nog door, hè. Maar mensen, ik ga jullie niet laten. Ik kan niks beloven, maar ik ga sowieso eens langs alle pc's of zo die gemot zijn. En dan gaan jullie ook nog beelden van krijgen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Hopla! Een nieuwe motie! Trouwens! Hopla! Jij wil wel een foto met Sico, kom! Hey, Sico, de foto! Oh, mijn held! Oh, man. Hey, dat is jaloers, hè? Even geduld. Ik ben zo terug, mensen. Allee, op de foto, kom! Hey, Sico, de meester! Ja, hoor, hè? Blijkbaar. Ze hebben dus de Cycle TV petten gekocht en nu hebben ze die dus ook opgezet. Dus, maar ja, ik spreek jullie straks nog wel. Yo, yo, yo. Daar ze. De twee kadetters. Hey, Tomme, Tomme. Heel tof. Hey, wat een buskortje. Ja. We gaan zo meteen ook live de Q&A doen hier op Xland 20.0. Ik ben daar 2 keer mijn intro aan het laten aflopen. En dan kan ik live gaan. En dan kunnen we ook daar de vragen zelfs allemaal eens beantwoorden. Want ik ben nu ook YouTube bezig. Hallo kijkers en welkom op de Q&A hier live op 66 LAN Party. Ik ga sowieso al één ding al zeggen van kijk, het is de Q&A van de vorige Q&A, wacht hier, 8 april, voilà, hier. Dus we gaan
van oud naar nieuw ben ik nu allemaal aan het openen. Voilà, ik ga ook even zeggen van Bert. Dus ik ga alles opnemen, dus zo goed mogelijk. Ik ben nu alles ook op pauze aan het zetten. Voilà. Dan ga ik ook toch de Q&A erbij nemen op Discord. Van, wacht, dan moet ik wel even kijken hoeveelste april. Ja, van 20 april, hè. Voilà. Oké, daar zijn heel weinig vragen binnengekomen op Discord. Dus ik ga die eerst voorlezen, vooraleer dat ik dan met de Q&A ga beginnen met de vragen ook op Twitch en ook op YouTube. Dus laat het hier in de chat ook allemaal al weten. Voilà. Oké. Daar is nog gauw eentje nog wat te vragen nog aan het stellen. Dus ik ben die nog even laten aan het typen. Oké. Dus we gaan die topic nu echt effectief afsluiten. En de volgende Q&A die gaat even langer uitblijven. Deze gaat pas dan door op 29 april. 29 april. Dus we gaan die topic daar ook openen. Post nieuw, hè. 29 april 2024. Dus naast is Psycho. Dankjewel om mij te volgen, Smoothie. Yvonne en Whisket. Ja, ik zei Q&A. Dus ik ben nu de vragen ook even aan een pay posten op Discord. Het is 29 april. Is er ook een 30 april? Is er een 30 april? Ja, er is een 30 april. En dan, dat is geen livestream, dus dat gaan we dan wegdoen. Dan afbeeldingen. Voilà. Posts. Dan kunnen we die topic van 20 april nu sluiten. Post vergrendelen. Oké. Hamza, salam. Jij zegt altijd dat, er een partner, dat je partner bent van 666 Land, maar ik zie dat je niet eens op streamer slash vlogger lijst staat. Hoe komt dat? Is dat omdat ze jou toch niet zien als partner en jij dit verzonnen hebt? Nee, dat is niet verzonnen. Echt waar, niet Hamza. Verzin het niet. Ik heb... ik kreeg er soms ook nog dingen achter de schermen en niet voor de schermen. Dus niet zo gelijk in de Q&A of in een blog of zo. Dat ik steek, sorry. Dat, ja. Dus dat gebeurt achter de schermen. En dat is ook achter de schermen ook gebeurt ook die partnership. Dan e-mail. We vragen al 2 jaar naar magneetvissen. Maar je hebt het nog steeds niet gedaan. Ja, daar moet ik ook nog eens tijd voor maken. Vrije tijd maken. Dus dat gaan we dan ook wel doen. Heb dit gemaakt voor jou, maatje? Juicy Hadi. Luister goed en wat vinden jullie ervan? Laat het ook op de chat weten. Alleen op de livestream kunt je het horen. Wil ik mijn journaal? Tot ziens. Maar ik ga even het nog een keer in zijn replay doen. Dus vanaf, zometeen ga ik het muziekje terug opnieuw laten afspelen. Dan kan ik het ook insteken in mijn vlog voor de livestream. Dus ik ben ook live op de livestream bezig hier ook op XLAN 2.20. Dus we gaan nu het liedje horen. Nu. Thank you.
Jij hebt gewoon het niemand wil verliezen met dat. Dat is ding, hè. Ja, ik moet dat mij voilà, Sa. Wat vond je van Juicy HD zijn muziekje? Laat het, als je naar de vlog zit te kijken, laat het hieronder in de comments weten. En ik zou zeggen, laat het ook op de chat weten hoe jullie het ervan vonden op de livestream. Vanaf de volgende Q&A is ook de normale programmering van de Q&A terug. Hè. De mensen, dankjewel. Dan, wie deze jongen? Dat is zo een van de politiek. Ik ga jullie het ook laten zien in de VAR. Eentje van in de politiek. Ik ken hem niet. Maar ik weet wel dat hij in de politiek zit. Dan Berentie. Wanneer de Q&A van Bea? Dat gaat, we gaan de opnames hoogstwaarschijnlijk doen maandag. En dan komen we dinsdag ook online. Voilà. Dan Bert. Hoe warm moet het zijn om te zwemmen? Toch wel een goede 25 graden. Lente of herfst? Lente. Herfst vind ik ook wel mooi met de vallende bladeren. Dan zwamworst of bifiworst? Dan kies ik toch wel voor zwamworst. Voetbal of volleybal? Voetbal, omdat ik toch de Rode Duivels toch volg en niks van volleybal afken. Zit ik al bijna in uw top 3 Vavu-fans? Ho, Bert. Je zit er zeker in. Want ik heb u al te graag, hè. Dat weet je. En dan gaan we door naar de Q&A-vragen op YouTube. Vlog 1792, daar zijn 3 reacties op gekomen. BA 111111. Hoi terug. Alles goed? Yes. Dan GWN. Fijn weekend. Dankjewel. Fijn weekend ook terug. Dan Einzwei. Hallo terug. Dan hebben we de live Q&A van op de LAN party. Maar hier zie ik nergens geen comments. Oei. Oké, 2 comments. Hoe vonden jullie het? Dat is de 6-land intro. En Lucas zegt daarop slecht. Dat is Lucas zijn eigen mening. Oké, ja. Dan gaan we door naar vlog 1794. 0 reacties opgekomen. Vind ik wel jammer. Daarna gaan we ook door naar vlog 1795. 1 reactie opgekomen. Mensen, kom aan. Reageer. This is Kenny. Is geen probleem, Dimi. Ik heb vele talenten. Duurt maar 5 minuten voor mij zo'n liedje. Ah, oké. Dat is goed dat ik dat ook weet. Dus dan kan ik ook eens bij u aankloppen voor een muziekje. Oké. En daar is iets aan het wegrollen. Voilà, Sam. Ik ga dat even teruggeven naar haar. Dan moet ik ook terug mijn koptelefoon terug wat insteken. Voilà. Dan gaan we door naar vlog 1796. Ook 0 reacties opgekomen. En dan vlog 1797. Daar is 1 reactie opgekomen. Maar die zie ik niet. Jammer, want ik heb gesorteerd op de nieuwste en op de beste. Er staat 1 reactie, maar die zie ik niet. Jammer. Dit was de Q&A voor de vlog. En nu ga ik ook de livestream vragen doen. Dus als je op de livestream was, ik heb gezegd dat ik een live Q&A ook ging doen via de livestream. Dus mensen, veel plezier nog met de vervolg van de vlog. Nummer 3 is aangebroken. Ik ben hier lekker aan het ontbijten. Of mijn ontbijt nog maar aan klaarmaken. Goedemorgen allemaal. Ik ben ook dan naar Stuk TV aan het kijken. Doorspang op de eerste Wintersport Raceleiders 2.
Daarna gaat Sally ook nog wel naar Govert Sweep kijken. Eens even kijken wat er nog allemaal op programma staat voor te kunnen kijken. Oeh, Mr. Beast. Van jaar 1 tot 100 jaar. Oké, dus daar wil ik wel eens zien van Mr. Beast. Dat zal ook wel iets heel leuks zijn. Voor de rest, ja, niet zoveel te bekijken. Dus ik ga nog eens verder kijken op YouTube, mijn lekkere eten klaarmaken. Alsjeblieft, met lekkere choco. Mijn poten staat hier, mijn chocopot staat hier. Dat is niet goed. Mijn mes heb ik ook nodig, hè, mensen. Mijn mes heb ik nodig voor te kunnen. Goedemorgen. Maak er een goede dag van, hè. Ik weet niet wanneer dat jullie het aan het bekijken zijn van de vlog, maar goedemorgen. Oh, ik ga zo ontbijten. Wilt je hier al vroeger vertrekken voor richting naar mijn thuis te gaan? Omdat weer heeft dan ook nog een herdenking. Maar we zitten vast met de boerenprotest. Hell yeah! Heel leuk is dit wel niet voor de afsluiter van X-Lan 2.20. Hoe lang dit nog gaat duren, dat weet ik niet. Dus ik sta hier volledig stil op de baan. Je komt toch geen katten meer voorbij. Dan kan ik ook naar de tracteurs kijken. Kan ik ook naar... Poh, wat een chanteer kijken. Dus het is nog heel lang wachten. Heel lang. Ik weet niet hoe lang. Hoi mensen en welkom op de allerlaatste stukje van deze vlog. Ik heb al uitgelaaid, ik heb alles al opgezet. Jawel, dames en heren. En nu ben ik back off. Nu ben ik echt back off. Ik ga nu ook rusten. Het is een heel geweldige weekend geweest, ook voor jullie eigenlijk, als kijkers. Want ik heb redelijk wat gelivestreamd. Gelivestreamd. Ik kan die ook nog op mijn website zetten binnenkort, maar dat is voor morgen allemaal. Ik ga echt rusten, want ziet hier eens, alles staat ook op. Wacht hè. En dan wil ik jullie dit ook nog tonen. Dat vind ik ook wel eigenlijk heel mooi van X-Lan. Ziet dus die muismatten. Wauw. Echt waar, zie dus. Als je daar uw muis opzet, is dat precies wauw. Echt goed gezien, X-Lan. Ik ben trots op jou. Op jullie. Dat jullie iets extra's hebben gedaan, ook voor de deelnemers. Je kan zo in slaap vallen, hè, mensen. Ik ben echt moe, man. En ik denk dat ik mijn bedje ga opzoeken. Ik ga nog wat eens kijken op mijn tablet. En that's it. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte. Oh ja, nog een nieuwe vlog. Video. Oh, en... livestream is. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, 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 yo,